Shanila Santoki, 29, is officieel per 1 november in dienst getreden als hoofdbureau kwaliteit management op het kabinet van de president. Mediacoördinator Alvin Roosveld om een reactie gevraagd, bevestigt tegenover Star News dat de dochter van de president werkzaam is op het kabinet. Roosveld merkt op dat in het kader van transparantie nadere berichtgeving hierover zal volgen. Santoki bezit de Nederlandse nationaliteit. Zij heeft onder andere een Master Business in ICT behaald in Leiden, Nederland. In deze functie moet Santoki de verschillende geledingen van het kabinet van de president de kwaliteit, zoals kwalitatief goede werkdocumenten voor de uiteenlopende administratieve en ondersteunende aangelegenheden garanderen. De echtgenote van de president, Melissa Senagri Santoki, is nog steeds fungerend algemeen directeur op het kabinet. Shanila Santoki is verantwoording ver.